mijn taak meestal als wetenschapper is om kritische vragen te stellen en vervolgens te proberen die kritische vragen te beantwoorden aan de hand van liefst mooi wetenschappelijk onderzoek. En één zo'n kritische vraag bijvoorbeeld is een tevreden werknemer ook een betere werknemer? Is een tevreden werknemer een productievere werknemer? Nou, die vraag heb ik niet gesteld. Die vraag is de afgelopen 30 jaar door veel van mijn collega's in Nederland en met name ook in Amerika gesteld. En het antwoord op die vraag is nee. Een tevreden werknemer is niet een productievere werknemer. Maar daarover ga ik het verder niet hebben. Een tevreden werknemer is wel een gelukkiger werknemer, is een gezondere werknemer. Dat zijn ook waardevolle zaken. En dat laat ik verder aan u. Waar ik het vandaag over wil hebben is over creativiteit. En het is vandaag al een paar keer genoemd. Met verschillende termen ook af en toe. Sociale innovatie, innovatie. Ik zal straks duidelijk maken wat ik nou precies onder creativiteit versta. Hoe je er tegenaan zou kunnen kijken. Hoe je het eventueel zelf zou kunnen meten. Ik zal ook een beetje ingaan op de vraag waar creativiteit nou eigenlijk vandaan komt en wat er op de werkvloer zoal aan stimulans en ontmoediging plaatsvindt met betrekking tot creativiteit. De vraag waar ik een tijd geleden al mee zat, werd getriggerd door een aantal van deze plaatjes. En die zocht ik op omdat ik door een grote organisatie gevraagd was om eens mee te denken over het creatiever maken van die organisatie. Ze hadden daar veel behoefte aan. En ze hadden ook al wel wat plannen. En die plannen, eigenlijk was mijn taak om te vertellen dat dat goede plannen waren. En daar wetenschappelijke onderbouwing voor te leveren. Nou, ik zei al, ik ben wat kritisch. Maar, dus ik ging eens een beetje kijken en ik hoop dat deze doet. Ja, wat u hier ziet is een fotootje van het nieuwe hoofdkantoor in Zürich van Google. Miljoenen geïnvesteerd om daar een hele creatieve inrichting aan te geven. Hè. Dus er zit een afgehakte bus waar je in kunt gaan zitten en zitkussens. En, je kunt met een glijbaan naar beneden als je de trap niet wil nemen. Hier zie je de mogelijkheid om in een, ik neem aan, droog bad te gaan liggen. En naar een aquarium te kijken met rustgevende vissen. En allemaal vanuit de gedachte dat daardoor de creativiteit bij de medewerkers zou toenemen. Nogmaals, Google heeft natuurlijk ontzettend veel geld. En die kunnen dit doen. Die grote organisatie die mij had uitgenodigd had wat minder geld. En de plannen zagen er ook aanzienlijk minder interessant uit. Maar nog steeds, er zou stevig geïnvesteerd worden. Als je nou echt niet zoveel geld hebt, dan kun je ook je medewerkers op cursus sturen. En dan laat je ze een middag trommelen en dan komen ze lekker los. En als gevolg daarvan worden ze creatiever. En dat beklijft misschien wat minder lang dan zo'n hele mooie kantoorinrichting. Maar op zijn minst, je hebt weer wat creativiteit in je organisatie. Nou, de vraag die ik me toen stelde was van ja, maar werkt dat nou eigenlijk allemaal wel? En is dat niet gewoon parels voor de zwijnen? Want je kunt ook kijken naar een paar andere fotootjes op internet. En dan zie je dit gebouw, en dat is een ontzettend saai gebouw. Dat is zo'n kolos waar je eigenlijk niet zou willen werken. Maar daar werkte iemand, en dat is deze meneer. Zijn naam doet er niet toe. Maar deze meneer die ontdekte precies wat er op zijn voorhoofd zit, de post-it. En dit is een meneer en die werkt gewoon in een heel saai kantoorpand. En die gaat op een gegeven moment, die zit een beetje te knutselen, gewoon voor zijn werk. En die komt ergens niet helemaal uit en hij gaat naar een seminar van iemand die van buiten is. Is binnengehaald om zijn verhaal te vertellen waar hij nou zo mee bezig is. En die meneer daar die vertelde over een of andere rare lijm die hij bij toeval ontdekt had. En hij was met name, dat was een chemicus en die ging een beetje in op de chemische kwaliteiten van die lijm en hoe dat nou precies in elkaar zat. En ineens dacht deze meneer, wacht eens even. Die rare lijm die kan ik gebruiken op papiertjes en dan heb je de post-it. En daarom zit 3M niet langer in dat gebouw, maar nu in een heel mooi duur pand met allerlei interessante inrichtingen, want dat kunnen ze betalen. Het is een enorm succesvol product, we gebruiken het allemaal bijna dagelijks, denk ik. En nog een ander fotootje, dit zijn de oprichters van Google. Het meest creatieve idee, namelijk het begin van Google,
was helemaal niet in zo'n heel fancy kantoorpand. Het was gewoon in een studentenkamer met een paar computers en vooral flesjes bier. Alleen die zie je nu niet meer op die foto, die hebben ze snel opgeruimd. Maar ook daar heb je het idee van, is die omgeving waar die mensen in zitten nou wel echt zo heel erg belangrijk? En het laatste fotootje hier, zien jullie een foto van Max Spirutz. Dat is een biochemicus, die won de Nobelprijs voor het ontdekken van de structuur van hemoglobine. Die het zuurstof in het bloed transporteert. En hier zien jullie een model daarvan. En dit is het lab waar hij werkte. En ook dat is weer niet, zou je zeggen, een heel erg inspirerende omgeving. Het is een hele zakelijke omgeving. Je kunt er werken. En dat deed hij ook. En hij werd heel creatief. En hij kwam met een ontdekking waar hij ook de Nobelprijs voor kreeg. En ook daarvoor is weer de vraag van, ja maar, gaat het nu om de inrichting van dat kantoorpand? En de spullen waarmee je kunt werken? Of gaat het om de mensen die op een of andere manier aan de gang zijn met bepaalde problemen waar ze tegenaan lopen en daar op een of andere wijze oplossingen voor bedenken, inzichten krijgen? En dat is misschien wel waar het om gaat. En misschien is het dus niet zozeer investeren in het kantoorpand, maar misschien is het wel investeren in mensen en in de manier waarop die mensen kunnen werken. Nou, en dan is de vraag voor mij, oké, maar wat is dat dan? Hoe werkt dat dan, die creativiteit bij mensen? En wat leidt er nou toe dat mensen, wij allemaal, van tijd tot tijd echt creatief kunnen zijn en van tijd tot tijd dat totaal niet zijn? Met andere woorden, we kunnen het allemaal. Er zijn niet bepaalde creatieve genieën die het allemaal regelen. Het is iets heel menselijks, alleen soms komt het naar boven en soms niet. En wanneer is dat nou en wanneer is dat nou niet zo? Dus dat zijn eigenlijk de vier vragen waar ik in de komende 20 minuten doorheen wil lopen met jullie. Wat is creativiteit nou eigenlijk? Hoe komt die creativiteit, wat levert creativiteit op? Dat is misschien ook wel een belangrijke vraag. Hoe komt creativiteit nou eigenlijk tot stand? Hoe werkt dat nou? En dan ga ik heel snel een paar dingetjes zeggen over wat er in ons brein allemaal speelt. En tenslotte, wat ontmoedigt creativiteit en wat moedigt het aan? Wat stimuleert het? Daar sluit ik straks mee af. Nou, de eerste vraag is, wat is creativiteit nou eigenlijk? En we hebben daar denk ik allemaal zo onze voorbeelden van. Weerplaatjes, hè, Van Gogh, we kunnen landen op de maan. Ik bedoel, dat is ook toch een gevolg van behoorlijk veel creatieve processen. Een favoriet voorbeeld voor mij is deze. Je doet water in een fles, leidingwater of zoiets. En dat doe je in een fles en plak je een etiket op en je verkoopt het voor het tienvoudige van de kostprijs. Ik bedoel, dit is de marketing scam van de laatste 20 jaar. Maar het is enorm creatief. Toch? De atoombom ook trouwens, dat is ook een hele creatieve ontdekking. Dat om maar even direct duidelijk te maken dat creativiteit niet altijd tot de zaligheid van de mensheid leidt. Maar wat is het nou? Hoe zou je het nou kunnen definiëren? Nou, de eerste definitie die wij in ons vakgebied gebruiken is dat creativiteit eigenlijk twee componenten heeft. Het moet origineel zijn, het moet nieuw zijn, ongehoord in de letterlijke zin van het woord. En tegelijkertijd moet het ergens een soort bruikbaarheid hebben. Het moet een beetje kloppen bij het probleem waar je mee bezig bent. Dus als ik mijn dochter vraag om een tekening te maken en zij maakt vervolgens een beeldje van klei, dan is dat niet een indicatie van een creatieve, meer of minder creatieve tekening. Want ze is iets totaal anders gaan doen en het past niet binnen, zeg maar, de opdracht. Binnen het probleemdomein waarbinnen zij aan het werk is. En dat betekent eigenlijk dat creativiteit die combinatie is. Het moet allebei die elementen hebben. En het liefst moet het heel erg vernieuwend zijn en ook zeer bruikbaar. Als je het bijspreken allebei die componenten een 10 zou geven, rapportcijfer zou geven, hè, dan heb je de score 100. Is het zeer origineel, zeer nieuw, een cijfer 10. Maar het is niet zo heel erg bruikbaar, of misschien totaal niet bruikbaar. Dat krijgt een 0. En 0 maal 10 is 0, met andere woorden, dat is niks. En dat is een beetje wat je bij creativiteit moet voorstellen. Het is vernieuwend, het is ongehoord en tegelijkertijd is er ergens zoiets, al is het maar een gut feeling van, hier hebben we wat aan, hier kunnen we misschien wat van maken. Wat denk ik wel heel interessant en belangrijk is, is dat het oordeel over of iets origineel, vernieuwend en tegelijkertijd bruikbaar is, niet alleen bij de maker, bij de ontdekker zit, maar ook bij een bepaald ontvangend publiek. Als het ontvangende publiek er geen notie van neemt, niet eens het ziet, dan hebben we het niet over creativiteit. Het kan wel een tijdje duren overigens voordat het ontvangend publiek het origineel en creatief vindt. Hè, Van Gogh stierf als een oude arme, maar vooral arme man. Dat zou nu wel anders zijn geweest.
Met andere woorden, het kan best een tijd duren voordat bepaalde creatieve ideeën, oplossingen enzovoorts landen in bijvoorbeeld de organisatie. Dat vind ik eerlijk gezegd niet zo heel erg interessant, als het maar op een of andere manier landt. Het betekent ook dat je als ontdekker, als creatieveling in je organisatie, je misschien niet altijd zo ontzettend zorgen moet maken over wat anderen ervan vinden. Laat die anderen dat maar bepalen. Jij hebt een inzicht, een idee, een oplossing. Leg het maar neer. Laat anderen het maar gebruiken of afschieten. Als je nou nadenkt over creativiteit, en ik heb net voorbeelden gegeven van schilderijen en flesjes water, maar je zou iets verder kunnen gaan, en er zijn net al onder dat kopje sociale innovatie ook dingen genoemd. Creativiteit gaat met name ook in organisaties een stuk verder. En je kunt denken aan nieuwe producten of diensten die mensen bedenken. Je kunt denken aan nieuwe manieren van werken, van het organiseren van het werk. Toen ik studeerde was een enorme hype zogeheten business process re-engineering. Ik begreep niet helemaal wat het was, maar het was in elk geval een innovatieve manier om de organisatie te herstructureren in de hoop daardoor beter te kunnen werken. Je kunt werken op een andere manier gaan organiseren. 20 jaar geleden werkten de meeste mensen in een individuele taakomgeving. Tegenwoordig zien we steeds meer en meer dat mensen in teamverband, min of meer zelfsturend, werken. Dat is een andere manier van hetzelfde werk organiseren. Dat is nu niet meer. Maar 20 jaar geleden was dat een innovatieve, creatieve manier om op een andere manier met het werk om te gaan. Dat is creatief, dat is vernieuwend. Eigenlijk gaat het bij creativiteit soms vooral om het realiseren van kansen die zich voordoen. Het openbreken van een nieuwe markt, aandeel creëren, klanten binnenhalen. Het gaat bij creativiteit ook heel vaak om het op een creatieve manier oplossen van problemen. Dan kan je denken aan vastgelopen machines. Je kan denken aan het op een slimme, creatieve manier oplossen van slepende conflicten op de werkvloer. Je kan denken aan slimme, creatieve manieren om de werk-thuisbalans, waar steeds meer mensen mee kampen, op te lossen en te reguleren enzovoorts. Met andere woorden, ik zou wel willen dat we over creativiteit niet alleen maar nadenken in termen van leuke schilderijen en flesjes water, maar dat we dat wat breder. Want ik denk namelijk dat de dingen die ik vertel straks opgaan voor al deze onderdelen. En het is maar net waar je zeg maar, als organisatie het meest aan hebt, kun je het doen. Laatste punt dat ik over creativiteit zou willen maken is, heel vaak denken we aan creativiteit als iets heel radicaals, wat de zaak totaal op zijn kop zet. De Einstein-formule is iets wat het totaal op zijn kop zet. Dat is radicale creativiteit. Dat is niet iets waar wij over het algemeen dagelijks mee bezig zijn en mee geconfronteerd worden. Dat is ook niet iets wat u in uw organisaties moet verwachten, wat je ook doet. Dat gebeurt niet zomaar. Waar je het wel over kunt hebben is meer die incrementele innovativiteit en creativiteit. Dat je in feite stap voor stap steeds verder gaat in bepaalde vernieuwingen. Soms misschien zodanig dat je niet eens realiseert dat je creatief bezig bent, totdat je terug gaat kijken in de geschiedenis en denkt van, hé, als je nou ziet waar wij vandaan komen, dan zijn wij toch behoorlijk creatief geëvolueerd. Dat is creativiteit. Nieuw en bruikbaar. De tweede vraag, heb je er ook wat aan? Ik hoor heel vaak mensen zeggen, ja, creativiteit is allemaal wel leuk, maar het is een soort high risk, high gain strategy. En dan zit je toch een beetje met die radicale creativiteit in je hoofd. Je investeert enorm veel. En ja, niet iedereen is een Einstein, dus het kan best zijn dat we met al onze medewerkers proberen Einstein te zijn. En dan blijkt niemand het te zijn en dan zijn we wel een jaar lang, is het geld down the drain. Dus de vraag is, levert creativiteit nou iets op voor de organisatie? Gewoon de creativiteit stimuleren in de organisatie, levert dat wat op? En nou is er een probleem, want als je naar heel veel onderzoek kijkt, dan is het eigenlijk een beetje onduidelijk of dat nou werkelijk zo is. En de reden is dat we heel vaak op één en hetzelfde moment de creativiteit in de organisatie meten. En we meten of tevredenheid of de prestaties van de organisatie. En dan kun je eigenlijk niet afleiden of het een nou heeft geleid tot het ander of dat het misschien net omgekeerd was. Want het zou best zo kunnen zijn dat organisaties met hele tevreden mensen creatiever worden. Maar het zou ook zo kunnen zijn dat organisaties waar op een of andere manier, om een of andere reden de creativiteit best hoog is, tot tevreden medewerkers leidt. En dat is wel een belangrijke vraag, want als dat laatste zo is, dan moeten we en we willen tevreden of productieve medewerkers, dan moeten we misschien wat doen aan de creativiteit. Maar als het eerste zo is, dan heb je niks aan die creativiteit. Dus heb je er wat aan? Nou, ik kan een hele bak aan gegevens opentrekken. Ik heb een paar voorbeelden. Hier zien we de ontwikkeling. Wat we hier zien is de kans dat een bedrijf sterft
Een start-up, kleine onderneming, sterft in de jaren na oprichting. Dus dit zijn allemaal ondernemingen die zijn gestart in 2001 en ze zijn getracked tot 2005. En elke keer werd dus een enorme bak aan ondernemingen, aan start-ups. En elk jaar werd opnieuw gekeken, bestaat het bedrijf nog of niet? En de bedrijven werden ingedeeld in twee soorten. Bedrijven waarin innovativiteit en creativiteit zeer gestimuleerd werd en bedrijven waar dat niet zo was. En even voor de duidelijkheid, dit zijn bedrijven door allerlei verschillende branches heen. Dat is een vrij hoog abstractieniveau, maar dat is ook wel aardig, want dat betekent dat je er redelijk op af kunt gaan. Nou ja, wat je ziet is dat de bedrijven die innovativiteit waarderen en stimuleren, creativiteit hoog in het vaandel hebben staan, hebben een veel grotere kans om te overleven dan bedrijven die creativiteit en innovativiteit minder waarderen en minder hoog in het vaandel hebben staan. Die hebben een veel grotere kans om dood te gaan. Dus met andere woorden, als organisatie overleef je langer wanneer je creativiteit en innovativiteit hoog in het vaandel hebt staan. Hier zijn de resultaten van een paar onderzoeken bij bedrijven in Duitsland. Duitsers zijn heel rigide, weinig creatieve mensen. Toch zie je dat daar ook wel eens wat variatie zit. Wat je hier ziet is de relatie tussen het creatief klimaat in de organisatie, zoals dat bij werknemers is vastgesteld, met een soort instrument als waar jullie ook allemaal doorheen zijn gegaan. Een soortgelijk instrument. In hoeverre wordt creativiteit op de werkvloer mogelijk gemaakt, gewaardeerd? Is er ruimte om met gekke ideeën te komen, om initiatieven te nemen enzovoort? Dat werd vastgesteld in 1996 bij een aantal bedrijven. In 1997 en 1998 werden de prestaties van die bedrijven vastgesteld op een aantal indicatoren. De mate waarin de bedrijfsdoelen gehaald werden. En je ziet een heel sterk verband. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, als het nul is, dan is er geen relatie tussen het creatief klimaat aan de ene kant en het halen van de organisatiedoelen aan de andere kant. Als het één is, dan is het een perfecte relatie. In ons vakgebied is dit een heel sterk verband. Ongeveer 30% van de variantie, van de variatie, de spreiding in het halen van je bedrijfsdoelen wordt verklaard, voorspeld door de mate waarin er sprake is van een creatief klimaat op de werkvloer een paar jaar daarvoor. En hetzelfde geldt voor wat meer hardere cijfers, zou ik zeggen, return on investment in 1997 wordt voorspeld door het creatief klimaat in 1996 en return on investment in 1998 eveneens. Met andere woorden, ja, een creatief klimaat waarin creativiteit mogelijk is, voorspelt de waarde van een bedrijf. Niet alleen zijn overlevingskansen, maar ook gewoon hoeveel geld je verdient. Nou, geld verdienen is maar één ding. En er zijn mensen die vinden geld verdienen niet zo belangrijk. Dit is een grafiek afgeleid uit een grote survey die in Europa is gedaan. Waarin een heleboel dingen worden vastgesteld. En een van de belangrijkste vragen is hoe gelukkig is de Europese werknemer. Gemiddelde werknemer. Dus de levensvreugde van de werknemers. En de tweede vraag waar ik hier naar kijk is de relatie of het relatieve belang wat mensen hechten aan creatief en explorerend werk kunnen doen versus werk waar ze veel geld mee verdienen. En je hebt mensen die zeggen, nou, creativiteit boeit me niet, ik wil gewoon bakken geld binnenhalen. En je hebt mensen die zeggen, creativiteit, ontplooiing vind ik heel belangrijk, belangrijker dan heel veel geld verdienen. En hoe hoger je op deze schaal gaat, op de x-as, meer naar 10 toe, zijn mensen die creativiteit relatief sterker waarderen dan geld. En lager op de as is precies omgekeerd. En wat je dan ziet, is dat hoe meer je creativiteit waardeert en daar ook ruimte voor krijgt, hoe hoger je levensvreugde. Met andere woorden, creativiteit op het werk maakt niet alleen de organisatie steviger, rijker, maar het maakt ook mensen gelukkiger. Nou, dat is, ja, kan er niks aan doen, maar dat is nou helemaal zo. U wist dat wellicht al, maar hier is het bewijs.